Het is namelijk zo dat het niet prijs is gegeven door eigenlijk de instanties dat die bussen halverwege stoppen met rijden. De bedoeling was eigenlijk dat ze het rijden tot 5:30. En halverwege zijn ze gewoon gestopt om 4:00. Wat de reden is, weet ik eigenlijk ook niet. Maar toen ik aan een van die chauffeurs vroeg, zei hij dat vanwege het feit dat de president die lockdown om 7:00 heeft gezet, vanwege die ontevredenheid, dan gaan ze dat werk manipuleren. En dat moet je begrijpen. Er zijn mensen die hebben gewerkt tot 5:00 middags. En zij zijn gestopt met om 4:00. Ik had toevallig nog een laatste bus kunnen vinden. Dat was een PK richting stad. Maar dan moest ik nog een bus pakken. En dat was... toen ik bij Onderbouw aankwam, was daar helemaal leeg. Geen enkele bus. Maar er waren weer een aantal mensen wachtende op een bus. Hopende dat er een bus zou komen. Maar helaas is dat niet gebeurd. En wat ik zo erg vind, er zijn dames die werken voor Chinese winkels, waarbij die Chinezen onder druk zetten dat ze tot 6:00 moeten werken. Dat kunt u begrijpen. En ik heb zelf een van ze gezien en die dame zei me, meneer, ik moet helemaal naar Matta. Ik ga hier moeten bivakeren. En dat vond ik het ergste. Begrijpt u? Met tranen in je ogen. Dat doe je toch niet met het arme volk? Ja, toch? Ik weet niet waar het heeft gelegen, maar dit kan niet, het kan niet zo verder gaan. Ja, dus dat is mijn verhaal. Maar ik vind het wel erg dat het niet wordt prijsgegeven van tevoren. Want je moet werken misschien tot 4:30 of 5:00. En dan kom je niet aan in de stad en dan kan je niet richting je huis. Je hebt mensen die heel ver wonen, maar ze werken in de stad. En dat vind ik wel erg. Ik vond het heel erg. Ik heb zelf moeten voeteren naar huis. Gelukkig woon ik niet al te ver, maar het is toch een stukje geweest. Ik was pas om 7:00 thuis. En als de politie je betrapt om 7:00 op straat, wat gaat men doen? Men gaat je gewoon meenemen als je het niet kan overleggen dat je een bepaalde tijd nog op straat mag. Begrijpt u? Dat vind ik wel erg wat er is gebeurd. Het is erg. Het is erg. Je mag navraag doen. Er zijn heel wat dames, vrouwen die geconfronteerd zijn geraakt met dit probleem gisteren. Met tranen in hun ogen, dat vond ik erg. Zwangere vrouwen die nog werken, dat doe je niet toch. Dat doe je echt niet met het arme volk. Ja. Zo'n feeststemming dat we zijn en dan gebeuren er zulke dingen, is erg man. En als het is niet van tevoren prijsgegeven. Als je het van tevoren prijsgeeft, dan weten die mensen van, hey, de baas gaat je misschien niet te laat laten werken. Dan weet je van dat je op tijd nog thuis komt aan het van het werk. Dus dat is mijn verhaal zo een beetje geweest, ja. En wat is er toen gebeurd met die mensen? Die mensen hebben gebivakkeerd in de stad, mevrouw. Zij moesten bivakkeren, want je hebt heel wat. De ene dame zei me nog, meneer, ik heb geen man. Ik heb niemand die me zou kunnen ophalen. Ik ga hier moeten slapen. En bij Onderbouw. Dat vind ik erg, man. Dat vind ik echt erg, ja. En zo heb je heel wat van die slachtoffers gehad. Die eigenlijk een... Ik weet niet hoe anderen thuis zijn aangekomen, want die taxis, alweer zouden een taxi willen pakken. Die taxis van chauffeurs zijn ook gebonden aan die tijd. Ze zijn ook gestopt met rijden, ze willen ook geen problemen. Want als de politie je betrapt, ik heb vernomen dat laatst de lijn 7, die hele bus met die lijn 7, die eigenlijk over 7 nog wilde rijden, hebben ze naar een politieopleidingscentrum gebracht, omdat die mensen eigenlijk over de lockdown tijd waren. Dat is een van deze dagen gebeurd, heb ik ook vernomen. En die taxis, die gaan natuurlijk misbruik maken van de gelegenheid. Waar een ritje misschien een 15 gulden moet kosten, gaat hij je gewoon 3-dubbele van de prijs vragen. Begrijpt u? En dat zijn die dingetjes die allemaal gebeuren nu in Suriname.